Ik doop u een behouden rondreis. Hey! Leiden opzet, Holland gered. In Leiden is vandaag de Rijdende Geus gedoopt. Een oude SRV-wagen die de Leidse buurten ingaat onder de noemer 3 oktober in de buurt. Want Leidenaren worden dit jaar door de 3 oktobervereniging aangespoord om Leidens ontzet vooral in de buurt te vieren. In de bus zijn dus ook allerlei rood-witte gadgets te koop waarmee je bijvoorbeeld de straat kan versieren. Dankjewel, veel plezier. De buiten is binnen? De buiten is binnen. Wat is het? Sokken en een mooie 3 oktober dopper. In 1574 kwamen de geuzen natuurlijk via het water naar Leiden. We hebben normaal gesproken natuurlijk altijd op voor 3 oktober als opening de binnenkomst van de geuzen over het water. Dat kon dit jaar niet, omdat daar te veel mensen, en dat is natuurlijk op zich hartstikke leuk, maar dat mag dit jaar niet, dus te veel mensen langs de kant staan. Dus we hebben een alternatief bedacht en dat is de Rijdende Geus en daar ben ik echt ongelooflijk blij mee. Bij de Rijdende Geus kan je ook al je vragen kwijt over hoe het Leidse feest der feesten gevierd wordt in tijden van corona. Die Rijdende Geus die gaat de komende dagen, week gaat Rijdende Geus door Leiden rijden, door de wijken. De boodschap van Leidens Ontzet, via de vrijheid, via Leidens Ontzet promoten. Het is mogelijk om daar allemaal mooie merchandise artikelen te kopen. Als je vragen hebt over het lidmaatschap, over evenementen, dan kun je daar terecht. Tot 3 oktober is de Rijdende Geus te vinden in 16 verschillende Leidse wijken.